Ja, en Stormstad, het moet een harde klap voor jullie zijn. Ja, ja zeker. Als je 4-1 verliest, hadden we van tevoren niet verwacht en niet gehoopt natuurlijk. En ja, nul punten. Kijk, dan gaat het nog niet eens om de uitslag, maar de nul punten is gewoon zuur. Waar lag het volgens jou aan? Ja, ik denk dat de rode kaart zeker het breekpunt was. Ado begon wel iets scherper, daarna kwamen wij iets beter in de wedstrijd. Maar na die rode kaart had Ado het overwicht en dat hebben ze eigenlijk behouden. Tweede helft ja, bijten we iets meer van ons af, maar weinig resultaat. Ik vond een beetje een domme actie met een gele kaart op zak. Ja, ik stond helemaal aan de andere kant, dus ik heb het niet gezien. Maar goed, Steve is een speler die zijn lichaam gebruikt. En ja, ik weet niet of het wat was, maar misschien slimheid van Vito. Dacht ik Vito of niet? Ja, misschien slimheid van Vito. En ja, dat kan tot. Ja, dat is wel het breekpunt eigenlijk. Wist je toen al genoeg? Nee, ik had eigenlijk nog gewoon goede hoop. Ik dacht, het staat 0-0, we gaan compact spelen. Maar als je dan zelf doelpunten te weg gaat geven, dan. Ja, dan houdt het op. Erg makkelijk hoor, sommige. Ja, de 1-0, de 2-0 vlak voor rust en ja, die 3-0 na rust ook. Gewoon kloten. Het enige moment dat ik jullie nog een beetje gevaarlijk vond, was toen Moulenga in de elft kwam. Ja, klopt. We gingen Moulenga ook op zijn kracht gebruiken. Fysieke kracht, veel lange ballen. Ja, we werden wel een beetje gevaarlijk, maar goed, het stond volgens mij al 3-0 of zo. Dus ik denk dat het al te laat was. Ik zag in de 80ste minuut de statistiek omhoog komen dat Utrecht op dat moment 0 keer op doel had geschoten. Toen dacht ik, ga maar een keer proberen. Bewust of niet? Nou ja, ik zag dat Diemers vrij stond en dan mik je gewoon op de tweede paal en ja, vloog dan mooi binnen. Hij staat naast me, maar ik vond hij kon er maar bij. Hij gaat vanavond naar zijn verjaardag toe. Even kort. Wat gaat dat worden, zijn verjaardag? Hij is van de lijst gehaald. Eén groot feest worden, denk ik. Is hij van de lijst gehaald? Hij komt niet meer. Hij heeft de hele feest afgeblazen, denk ik. Jij gaat met een grote big smile naartoe. Ja, zeker. Maar ja, vanavond is hij ook alweer gezellig, toch? Ik hoop het. Ja, mooi. Ga je hem geven? Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Een klein tipje van de sluier? Nee. Wie maakte nou de mooiste goal trouwens? Ja, ja. Bewust of niet? Ja, mijn speler met zijn kwaliteit doet zoiets bewust. Ja, hij viel lekker binnen. Maak er een leuke avond van. Ja, ik ga mijn best doen. Kom er helemaal goed.